De benefits van de Fit20 training leiden tot onder andere spierenversterking, uithoudingsvermogen toename, hormoonhuishouding verbetert, je lenigheid neemt toe, genexpressie wordt optimaal, botten en gewrichten blijven goed en je wordt emotioneel en mentaal weerbaarder. In deze grafiek wordt uitgelegd waarom je bij Fit20 maar één keer in de week hoeft te trainen. De eerste training is op moment A. Daarna is het lichaam vermoeid, wat je ziet op punt B, en geleidelijk aan wordt het lichaam hersteld en wordt weer sterker. Op punt C, na een dag of drie, ben je weer waar je op punt A was. Daarna kom je in de fase van supercompensatie, met andere woorden, je plukt de vruchten van de training. Op punt D, na de week, ben je nog steeds sterker en dat wordt je startpunt voor de volgende training. En zo creëren we een golfbeweging omhoog. Je lichaam wordt sterker en fitter. De training binnen Fit20 is altijd gericht op spierfalen. Dus iedere oefening doen we tot het punt dat je eigenlijk niet meer kan. Als je kijkt hoe laatst André Kuiper terugkwam uit de ruimte en nauwelijks meer kon staan op eigen kracht, was omdat hij een gewichtsloosheid had verkeerd. En dan heb je niet de werking van de zwaartekracht die eigenlijk de spieren en de botten op peil houden. Als je gaat werken met weerstand, zoals wij doen, dan ga je nog extra kracht uitoefenen op de spieren en moeten ze iets doen wat ze nog niet kunnen. En daardoor worden ze sterker en dus energieker. Hier zien we op één as spierkracht weergegeven en op de andere de tijd lopend tot 2 minuten. In iedere Fit20 oefening begin je bij aanvang op 100% van de kracht die je op dat moment hebt. Wat wij willen is dat je met 2 minuten, dus 120 seconden, op het punt bent van de rode lijn en dit heet spierfalen. Op dat moment is de weerstand even sterk als eigenlijk je kracht. En dat komt erop neer dat je het apparaat en het gewicht niet meer kunt bewegen. Dat is spierfalen. Dit is het begin in B van het creëren van de prikkel waardoor we sterker worden. Dat pas geeft wat we noemen de adaptieve trainingsprikkel, waardoor eigenlijk een signaal van de spieren naar de hersenen gaat van maak mij sterker. Mits je dan goede voeding tot je neemt, gaat je lichaam daarmee aan de slag. Het tweede punt is het uithoudingsvermogen. Dit verbetert omdat alle spiervezels worden aangesproken in de training van Fit20. Doordat we zowel het aerobe als het anaerobe systeem stimuleren. Het ene heb je nodig voor explosieve inspanningen en het andere voor duurinspanningen. Dus veel van onze klanten kunnen beter mountainbiken of weer skiën en dergelijke, maar ze kunnen ook sneller sprinten. De Fit20 training heeft een positief effect op de hormoonhuishouding. Met name 2 dingen zijn goed om te noemen. Eén daarvan is de toename van groeihormoon, wat een verjongend effect heeft op het lichaam, dus regeneratie. Het tweede aspect wat heel belangrijk is vandaag de dag is insuline. Door de training wordt insuline beter opgenomen in de cellen en daardoor heb je een bescherming tegen diabetes. Een goed punt om ook te vermelden is dat een sterke spier is ook een lenigere spier. Dus een spier die in goede conditie verkeert kan een betere bewegingsuitslag maken. En dat is een bijkomend voordeel met bukken, dingen oppakken, draaien, etc. wat je in het dagelijks leven nodig hebt. Een ander belangrijk punt om toe te lichten is wat we noemen genexpressie. De blauwdruk van het leven zit in het DNA opgeslagen. Dit betekent dat de aanmaak van eiwitten, waar spieren grotendeels uit bestaan, wordt geregeld vanuit ons DNA. De meeste mensen zullen nooit eigenlijk hun totale potentieel aanboren, maar met het Fit20 training moet je vol aan de bak. Dit zorgt ervoor dat je genetisch materiaal een optimale instructie moet geven aan de spieren om op te bouwen. En dit noemen we genexpressie. Dus je haalt het maximale uit wat je lichaam kan. Een heel belangrijk effect hiervan is dat je ouder kan worden zonder achteruit te gaan. Wat we op deze grafiek zien is wat heet sarcopenie en leeftijd. Hier zien we op deze as spiermassa en spierkracht en op deze as zien we leeftijd. Naarmate we ouder worden, zien we de onderste lijn die optreedt bij normaal ouder worden. Vanaf ons 20ste jaar beginnen we al heel langzaam spierkracht te verliezen, ongeveer 1% per jaar. Dus iemand die 50 is, is al 30% minder sterk dan iemand van 20. Tenzij iemand consequent blijft trainen, zoals bij Fit20, dan zie je de bovenste lijn die van toepassing is. Dus er is een minimale krachtterugname. Dit zorgt ervoor dat we in ons dagelijks functioneren, wat je hier ziet, ruim over hebben en dus tot op hoge leeftijd optimaal kunnen functioneren. Iets wat we vaak lezen is dat vrouwen na de menopauze last krijgen van osteoporose. Dit houdt in het broos worden van de botten. De dichtheid neemt af. De enige manier om je daartegen goed te beschermen, afgezien van voldoende goede voeding, is de weerstand wederom die wij onze training creëren.
Dit houdt de botdichtheid eigenlijk goed op peil. Gewrichten kunnen met het ouder worden ook vatbaarder worden voor infecties, ontstekingen. En dat leidt tot artritisachtige klachten. Ook dit is te voorkomen door een combinatie van voeding en training. Het voordeel dus uiteindelijk is dat je oud kan worden met goed functionerende botten en gewrichten. Dit plaatje laat even zien hoe normale botten een bepaalde structuur hebben, een bepaalde botdichtheid. Bij osteoporose kun je zien dat het brozer wordt en poreuzer. Dit leidt vaak tot botbreuken. Dus iemand die valt en zijn heup breekt, heeft vaak al een poreuze heup waardoor je valt. Wat steeds meer door onderzoek wordt aangetoond, is door trainen met weerstand, zoals wij dat doen, eigenlijk weer de botdichtheid verhoogt en dus de beste bescherming biedt tegen vervelende effecten van ouder worden. Het klinkt natuurlijk als een dooddoener, maar een gezonde geest leeft in een gezond lichaam. Het is de basis van ons leven, iedere dag weer. Dus op het moment dat je fysiek energie hebt, je fit voelt, goed in je vel zit, is het makkelijker om mentaal en emotioneel weerbaar te zijn en goed te functioneren.